NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Die dus. Want we zitten weer een lekker rammetje vol. We gaan er eventjes doorheen rammelen. Want we hebben nog 5,5 minuten om hier iets over te vertellen. Laten we beginnen met die zoomkaartenkas. Want we hebben vanochtend, gisterenochtend... was er een melding dat er ruim 11.500 seizoenkaarten al verkocht waren. Ja. En dat was dan maar gisterochtend. Toen werden de seizoenkaarten werden vrijgegeven. Hoe noem je dat? Mensen konden een seizoenkaart verlengen, terugkopen. Zeg maar, of terugkopen, in ieder geval verlengen. Ja. Alle stoelen zijn daarna vrijgegeven. En ik denk dat daarna weer een flinke boost zal zijn geweest. Ja, hè? Ja, want we zijn de B-sets uitverkocht, begreep ik. Ja. Ja. Alle seizoenskaarten voor de B-sets zijn eruit. Dus... als je daar nog een plekje wil, beter laat. Losse kaarten worden het. En vak G zijn we er bijna. Ja, er waren woensdagochtend nog maar 210 of zo. Nou, dat zullen nou ongeveer, als het in hetzelfde tempo als B-set is gegaan, zal het 100 zijn. Ja. En dat zal niet lang op zich laten wachten. Ik ken de jongens van de persafdeling van NAC wel een beetje. Ik denk dat ze morgen met een 12.000 getalletje zullen komen. Dat denk ik ook wel. Kan bijna niet anders zijn. Ik zat er zo in. Dan staat ook weer ruim bovenaan. NAC praat Grabbelton nieuws. Waar gaat dat eindigen? Ja, het volgende itempje gaat over Atjepong. Die is voor Ghana, heeft hij mogen debuteren. Deed hij in stijl, had een hele mooie assist gemaakt. En helaas is het geen eigendom van ons, want anders hadden we misschien wel... patiëntjes verdiend. Ja, wie weet. Hè? Nou, maar zit toch een kleine vergoeding aan vast. Als ze naar aanleiding van een jaar hier verhuur verkocht worden, dat ze toch wel een klein bedragje tegenover staat. Ja, dat klopt. Een vergoeding krijgen. Het percentage ken ik niet echt goed. Alle centjes zijn meegenomen in Breda. We houden handjes open, hoor, heel graag. Dus hij blijft dan nog eventjes een poosje in Ghana, want we zijn bezig met een trainingskamp. Maar ik voel dat we Atjepong niet meer terug gaan zien. Dus die kunnen wij eventjes van de radar af laten. Kan raar lopen, hè? Eigenlijk mislukt het geblesseerd bij FC Twente. Ja. Hier komen en hier goed presteren. Ja. Moet zeggen. Volgende item wat we gaan nemen natuurlijk is volgens mij het programma. Ja, inderdaad. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, want we eerder in de uitzending al hebben gezegd van op maandag 26 juni begint de eerste training. Dus op een maandag, daar wordt niet echt op Rotterdamse tafereel gerekend. Dat we op zaterdag in het stadion moeten gaan doen. Lijkt me ook een beetje overdreven, denk ik. En de training zal ook niet zo heel erg druk zijn met spelers, schat ik zo in. Dus, net 11 man lopen. Ik denk dat ze dat prima achterwege kunnen laten. Nou ja, zaterdag 1 juli is de eerste oefenwedstrijd. Ik heb zojuist per app aan de organisatie doorgegeven dat ik mee op de bierfiets stap. Dus we gaan op de bierfiets naar Zundert. En dat zal weer een zatte bende gaan worden, beloof ik dat. 5 juli, dat wordt de enige wedstrijd op Bredase grond in de hele voorbereiding. Dat is thuis tegen, in ieder geval, dat is op de sportpark aan de Ruiters Boslaan. VV SAP tegen NAC om woensdag 5 juli om 7 uur. Vervolgens gaan we naar Madense Boys. Zaterdag 8 juli, 10 tot en met 15 juli trainingskamp De Reiskoffer. Zaterdag 15 juli FC Volendam gaan we ergens waarschijnlijk in Willebrocht doen. Dan komt NAC Sparta op dinsdag 18 juli. Zaterdag 22 juli NAC RKC. Zaterdag 29 juli Excelsior 4. Tegenstanders die betaald voetbal spelen in die laatste 4. Dus, maar één Eredivisieploeg. Eén Eredivisieploeg. Twee. Excelsior en Volendam. Excelsior Sparta, en Sparta. Excuus. Ik had er geen Sparta aan luisteren. Sorry, Sparta. Twee Rotterdamse ploegen. Daar zitten volgens mij in het programma nog wel de plek voor het weekend voordat we beginnen met de Eredivisie. Volgens mij nog wel plek om een tegenstander te kunnen meten. Dus wie weet. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, we hebben nog anderhalf minuutje om het te hebben over dat EK wat eraan zit te komen. Hè? Want we hadden het erover het feit dat we de eerste wedstrijd niet thuis spelen komt door het EK vrouwen. Ben je er afgelopen zondag, vrijdag geweest, Nederland-Japan? Ik niet. Nee. Ik moet wel zeggen, ik kwam uit school, ik liep op het station. En wie stond daar? De voltallige Japanse selectie. Voor het station stond zich op te warmen. Ja, dat waren allemaal net zo klein als Elsen. Net zo groot als Elsen, mij, ja. Ja. Allemaal kleine Elsen hoortjes, want ze waren ook allemaal en net zo rap als Elsen. Ja. Ik ben wel bij die wedstrijd geweest. Ik heb alleen de laatste 40 minuten gezien. En ik moet eerlijk zeggen, dat was ook meer dan genoeg. Ja. Want ik was een beetje geschrokken van het tempo en de handelingssnelheid en de schotkracht. En, ja, je mag niet meer
met elkaar vergelijken. Nee, maar daarom. Dat deed ik nog eigenlijk te veel. Het is niks. Dat is niet eigenlijk eerlijk eigenlijk. Maar nee. Het was wel... ik vond het leuk entertainment. Afgezien van alle trommels en klappers en noem maar op. En mascottes. Maar de sfeer was goed. En heel veel respect ook voor de tegenstander. Japanse elftal kwam nog een buiging maken voor de tribunes. Dat zag er echt heel raar uit. En het is wel iets om naar uit te kijken. KVW Euro 2017.nl/tickets. Daar kun je voor de wedstrijden die in het Radverlegstadion worden gespeeld. Kun je daar kaartjes kopen? Ga daar vooral kijken. Want het is, dat stadion in Breda moet gewoon lekker vol. Mm-hmm. Ik denk dat we nog 24, 23, 22 seconden hebben om hier af te ronden. Ik zeg Sander, hartstikke bedankt weer. Ja, graag gedaan. We zijn dan weer over 2 weken. Robert-Jan is er volgende week. Ja, Robert-Jan en Cas ook hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor jouw wijze woorden en jouw prachtige openingsplaat. En we zijn er in ieder geval volgende week weer. En bedankt voor